NTR. Als je goed kijkt in de verte, wat zie je daar dan? Dat is een klein plaatsje, nietwaar, wat ooit binnen wallen en een gracht heeft gelegen. En wat is dat plaatsje? Het is Franeker. En waarom heb ik Franeker gekozen? Want ik ben de verantwoordelijke voor de keuze van Franeker. Terwijl bijvoorbeeld mijn zuster zei, een ongelooflijk klote plaatsje, daar hoef ik helemaal niet heen. En wat moet je daar, in een dorp? De kern van mijn keuze was natuurlijk het feit dat hier in Franeker de wetenschap getriomfeerd heeft over het stomzinnige bijgeloof. IJzer IJzinga heeft in Franeker een planetarium gebouwd. Alleen om allerlei wonderlijke angsten die door gelovigen geïnspireerd waren te ontzenuwen. Hier zijn de Van Rossums, vandaag in Franeker, een van de 11 steden van de Tocht der Tochten. Franeker zou rond het jaar 800 zijn ontstaan, onder de naam Vroonakker, land van de koning. Nu wonen er zo'n 12.000 mensen. In de 15e en 16e eeuw worden grachten gegraven en bolwerken aangelegd die het stadsbeeld van Franeker nog steeds bepalen. Tijdens de opstand tegen Spanje kiest Franeker al snel de kant van Willem van Oranje en wordt daarvoor beloond met een heuse universiteit. Na ruim 200 jaar laat Napoleon die weer sluiten. Maar de wetenschap is nooit helemaal uit Franeker verdwenen. Daar achter onze rug is ook die stadsval en er waren uiteraard ook verdedigingswerken en een stadspoort. En dan kom je dus via een gracht het stadje binnen. Helaas is die stadspoort gesloopt, maar hier stond dus die poort boven op die stadswal. Ben je er nou voor om die poort gewoon weer na te bouwen? Nee, daar ben ik niet echt voor. Kijk jongens, let op, hier komt die bel. Die zit niet voor niks bij die poort. Hebben het stadswapen, moet je dat even het, uitleggen. Dat is het stadswapen. En die bel werd geluid als de poort dichtging. Ja, exact. De poort ging dicht als de zon onderging. Dus dan moesten de geiten naar binnen en wat ze nog meer aan vee hadden lopen. En dan gingen de poorten dicht. We gaan eruit. Is het niet beter als ik daar witte... Kijk, zie, ik zei toch, u valt erin. Nee, je bent zwaarder dan ik dacht, sorry. Dank u wel. Ja, hè? Dit is voor de kijkers ook boeiende informatie. Dit is leuk. Sis is nog zwaarder dan de schipper dacht. Oh ja, ga het nog een keer herhalen, hè. Hij dacht al van nou. Ja, maar dat viel u tegen. Dit is een doorgang in de wal en dit heet het Geuzengat. En waarom zat er een doorgang in de wal? We hebben al gezegd, die poorten gingen dicht bij zonsondergang. Dus je kon in feite het stadje niet meer uit en het stadje niet meer in. Wat natuurlijk toch vrij onpraktisch is als je om 8:15 arriveert en je kunt er niet meer in. Nee. En daarvoor hadden ze deze doorgang gemaakt. Die ook gebruikt werd om vee de stad in te laten. En ik geloof biertonnen. Ja, alles werd ingerold. Waarom heet het Geuzengat? Waarschijnlijk, ik denk dat het allemaal ook een beetje achteraf geromantiseerd is, maar Franeker heeft in een heel vroeg stadium al voor Willem van Oranje gekozen. Oh, ja, helden. Daar werd je ook vaak voor beloond. Yeah. Is zelfs het gerucht dat ze die universiteit gekregen hebben vanwege die vroege keus. En zodoende heet dit dan het Geuzengat. En ik weet niet, kunnen we er doorheen? Zo te zien niet. Loop maar, kunnen we kijken of we je kunnen opsluiten, Maarten? Nou, dan doen we dat hek achter hem dicht. Ik wil best opgesloten worden. Ja? Ja, in een gekhuis. Ik heb het al eens eerder verteld, vroeger wou ik monnik worden. En ik heb ook wel eens gedacht om gewoon een ruitje in te gaan gooien, dat ik een tijdje rustig in de gevangenis kon zitten. Zeg, kon ook betaald. Ik heb de gevangenis bezocht in Utrecht. Heerlijk, zit je heerlijk. Prima ruime cellen. Ja, lekkere wc's. Van alle gemakken voorzien. Je hebt een tv. Ja, je wordt niet gestoord. Koen zegt ook altijd, zet mij maar in de gevangenis. Dat ding zit op slot. Hé, jij kan open. Sis mag voorgaan. Oh, ik mag voor.
Oh ja, ik heb het nu al benauwd, jongens. Lopen nu al? Ja, ik heb het ook. Ik hou hier helemaal niet ik van. Niet. Een tunneltje van, wat zal het zijn, 15 meter nog niet eens. Nou, ik heb het Spaans benauwd. Oh, daar komen zij naar buiten gestommeld. Ja. Hè? De hele invalide processie. Ja, het bejaarde groepje. De drie dappere geuzen wandelen Franeker binnen en gaan op zoek naar een verborgen gebedshuis. Als na de opstand het protestantisme de officiële godsdienst wordt, maken andere kerkgenootschappen kennis met een vroeg staaltje gedoogbeleid. Nu naderen we Sissus, nu kunnen we ook even zeggen, ja, wij passeerden daar een kerk die zichtbaar is. En je zegt van, hé, een kerk. Maar we zijn nu op weg naar een kerk die onzichtbaar is. Zo. En we zijn namelijk, achteraf. We zijn namelijk op weg naar een schuilkerk. Oké, we gaan kijken. En wat is een schuilkerk, dat moet ik even uitleggen. Ja, dat moet je nog uitleggen. He, we hebben de opstand in Nederland tegen het Habsburgse gezag. En eigenlijk ging die opstand althans deels over de vrijheid van geloof. En toen was die opstand geslaagd. En toen was er eigenlijk wonderlijk genoeg geen vrijheid van geloof. Want de gereformeerden vonden dat zij gelijk hadden en dat iedereen maar gereformeerd moest worden. Maar iedereen had daar voor een belangrijk gedeelte helemaal geen zin in. En dat is op zichzelf wel het aardige van de Republiek natuurlijk. Dat er aanvankelijk nauwelijks, maar naarmate de tijd vorderde, steeds meer gedoogd werd. Ja, ja. En dat gedogen, dat betrof die schuilkerken. Het belijden van andere godsdiensten is toegestaan zolang het maar niet zichtbaar is. En zo verrijzen de zogeheten schuilkerken. In achterafsteegjes komen gelovigen bij elkaar in gebouwen die van buiten niet als kerk herkenbaar zijn. Doopsgezinden in Franeker betrekken rond 1660 deze voormalige mouterij. Aha, jongens. Aha. He? Kijk, dit is toch wel heel leuk, jongens. Ik ruik een oud huis. Ik ook. Kijk nou toch eens wat leuk. Ja. Dit heeft natuurlijk de immense charme van het verval. Ja. Dit wordt, nou, ik heb gehoord, keurig opgeknapt. En dan moet je toch vragen, alstublieft, wilt u het niet te keurig opknappen? Nee. Maar jullie zijn met mij eens dat dit ontzettend leuk is. Ja. Het is dus een verborgen gelegen minikerkje. Kijk, en je kon ook gedoopt, zeg, een doopvond. Dit heb ik zelden gezien bij die preekstoel. Onder de preekstoel. Oppers, ja. Moet je helemaal dus je moest helemaal met je kop onder. Het zou iets voor jou zijn. Geweldig. Pas op, hè. Maarten, kijk toch uit. Doe geen onverstandige dingen. Doe het niet zo sportief, man. Ik doe niet sportief. Nee. Zometeen stort dat trapje in. Gaat hij toch weer achter die preek. Kijk, je weet... Dat is toch een absurde afwijking, Maarten. Nee, dat is geen afwijking. Ja. Wij zijn allemaal in feite amateurdominees. Waarom vindt Sis lesgeven leuk? Omdat ze diep nee, in haar ziel... Nee, want ik preek niks. Een amateurdominee studenten. Er is een verschil tussen preken en overtuigen en gewoon uitleggen hoe dingen in elkaar zitten. Nou, daar zijn wij niet zo zeker van. Ja, maar omdat jullie zelf bij een andere gelegenheid zal dit besproken worden. Ik ben geen preker. Maar ik vind het wel leuk om hier te staan. Dat is toch ziek? Hartstikke leuk. Pas op met die laatste trainer. Ja, ik weet het. Ik weet het, jongens. Hij zal ooit gestraft worden door de Heer. Kijk, zie. Zo, kijk, ik heb het er nog goed afgebracht. Ik begrijp dat jullie jaloers zijn. Nou, nee. Dat ik op mijn leeftijd nog een dergelijk atletisch vermogen heb. Het atletisch vermogen van de Van Rossums brengt ze verder Franeker in. En ze passeren de plek waar vroeger de schepen werden gelost. Een gebouwtje uit 1634 herinnert aan die tijd. Het zakken- of korendragershuisje. Het koren dat over het water werd aangevoerd, moest langs de korenmeter. Een ambtenaar die erop toezag dat de handel eerlijk verliep. Wat een ongelooflijk lullig huisje. Nou, kom op, joh. We zijn inmiddels aanbeland bij het zogenaamde zakkendragerhuisje of korenmeterhuisje. Dat gevelstentje met tak. Tak. Tak, dat zou een afkorting kunnen zijn van tol, accijnzen en korenmeten. We zakken af naar het mannetje wat je ziet met die soort schep in zijn hand. Ja. En een soort trommelachtige vorm in zijn hand. Mandje. En dat is een zogenaamde korenmeter.
Zoals je kan zien, daar aan de zijkant, het grenst direct en het staat zelfs over het water heen. Er zitten ook twee luiken aan die zijkant en dan kan je zien dat het daar naar binnen werd getild eigenlijk. Met een stok strijkt de koerenmeter over een met graan gevulde ton. De inhoud komt zo gelijk te staan aan de rand van de maat, zodat de maat precies vol is. Frauduleuze korenmeters hanteren de strijkstok zo handig dat ze er zelf iets aan overhouden, door bijvoorbeeld ongemerkt met de vingers wat graan uit de maat te halen. Er is dan dus iets aan de strijkstok blijven hangen. Dan nog even heel wat anders. Zie je die linker ingebouwde steen, Vincent? Die heet dat, ja, een kraagsteen? Nee. Weet je waarom die kerven erin zitten? De zwaarden werden eraan... Scherp. Ja, precies. Franeker is 200 jaar lang een universiteitsstad van belang geweest. De ingemetselde gevelstenen zijn afkomstig van de gebouwen die hier tot begin 19e eeuw hebben gestaan. Gebouwen van de Academie van Friesland, zoals de universiteit destijds heette. Gewichtige personen als Peter Stuyvesant en René Descartes hebben hier colleges gevolgd. Het is eigenlijk het terrein van de voormalige hortus van de voormalige Universiteit Franeker, die overigens altijd de academie werd genoemd en niet de universiteit. Franeker dankt waarschijnlijk zijn universiteit aan het feit dat het vroeg gekozen had voor de zaak van Willem van Oranje. En misschien ook wel aan het feit dat veel mensen vonden dat niet alles naar Leeuwarden moest, want dat was al de hoofdstad en ze had het gezag ook al. En, nou, misschien moest er dan een soort van alternatief zijn. En dat was Franeker. En die universiteit, academie, kost me steeds moeite om er een academie van te maken. Suipacademie. Dat die is opgericht in 1585. En de hoofddoelstelling toen was toch het opleiden van predikanten in natuurlijk het nieuwe geloof. Dat was van, ja, je begrijpt, het katholicisme werd verboden en er moesten allemaal gereformeerde domino's komen. Die moesten natuurlijk vanzelf ook... moesten die onderwezen worden. Dat zou onder andere in Franeker gaan gebeuren. Kijk even naar rechts. Dit grote middengebouw, dat hoorde helemaal niet tot die academie. Dat is in de 19e eeuw gebouwd. Want toen is het een gekkenhuis geworden. Ik geef jullie de kans voor open doel te scoren van... wat maak je van een mislukte universiteit? Een gekkenhuis. Hè? Wat maak je van een gekkenhuis? In principe een universiteit. Je kunt er alle kanten mee op. Dat is de sterk gerestaureerde orangerie. En hier was een hortus waar duizenden verschillende kruiden stonden. Die natuurlijk het mogelijk maakten om aanschouwelijk onderwijs te geven. Het was ook een theatrum anatomicum. En hier speelde dat probleem, hoe kom je aan een lijk? Dat moest je aan het gemeentebestuur moest je vragen, kunnen we misschien een lijk krijgen? Om dat uit elkaar te halen. Hoe dat trouwens tegenwoordig geregeld is. Jawel, stel voor dat ik een lijk wil hebben, hoe doe ik dat? De mensen stellen hun lichaam toch ter beschikking van de wetenschap. Oké, en dan Dat schijnt flinke aanvoer te zijn. Flinke aanvoer. Heel veel mensen. Denk die je dat ze mij ook willen hebben? Ja, het bespaart je de kosten van de begrafenis en de crematie. Ja, precies. Dat is gauw 10.000 euro. Ja. Na deze optimistische blik op de toekomst. Terug naar het verleden. Franeker is in de 8e eeuw ontstaan rond een terp, een kunstmatige heuvel om bij hoog water droge voeten te houden. Naast de terp biedt in vroege tijden ook een zogenoemde stins, bescherming aan de bevolking. Vincent legt uit. Stins, dat is gewoon het Friese woord voor stenen huis. Oh. En afhankelijk waren dat houten huizen met een stenen toren erbij waar je in kon terugtrekken bij narigheid op straat. Is het wel een soort defensieve functie? Ja, het had een heel duidelijke defensieve functie. En aan het eind van de 15e eeuw, dan beginnen ze die stenen huizen te bouwen. Dus dat niet alleen de toren van steen is, maar het hele huis. En vanaf dat moment worden het dus grote stadshuizen. Rond 1500 laat de rijke edelman Hessel van Martena deze stins bouwen, nu het Stadsmuseum. In de loop der eeuwen is er ingrijpend verbouwd en gemoderniseerd. Als de Van Rossums omlopen naar de voorkant van de stins, dan komen ze uit bij de ingang van Museum Martena, dat de historische collectie van Franeker herbergt. Kijk, dan gaan we hier maar eens even stilstaan.
Wie je hier ziet is Annemaria van Schuurman. Iemand die heel beroemd is geworden sowieso in de Nederlanden, maar ook in Europa enzovoort. Maar hier in Franeker 3 jaar gewoond heeft en Franeker heeft er eigenlijk een soort van geannexeerd. Haar vader was bijzonder geïnteresseerd in de theologie. En waar moest je natuurlijk theologie gaan doen op dat moment in de 17e eeuw? In Franeker. En zij arriveren dus in Franeker omdat haar vader hier theologie zou studeren en haar broer medicijnen. Maar dat meisje dat zat bij de lessen die die kinderen kregen van pa. De zonen kregen natuurlijk lessen en zij niet. Maar zij zat daarbij. En tot haar vaders verbazing bleek ze hele goede antwoorden te geven. Want ze kregen les in Latijn en Grieks. Dus ze had heel erg goed opgelet. En zij kon dus eigenlijk soms betere antwoorden geven dan haar broers. Dus die vader dacht, dat kind is heel erg begaafd. Dan is het natuurlijk het bekende verhaal dat zij als eerste vrouw, ja, hè, in Nederland dus colleges volgt. Wow. Wat dat mocht natuurlijk absoluut niet. Dus wat gebeurt er? Zij zit achter een gordijn, zit zij dus de colleges te volgen. Kijk, maar een vrouw die zich zo gedraagt als, ja, zij. Kijk, wij vinden eigenlijk dat ze nog wel wat radicaler en zelfstandiger had kunnen zijn. Ja, maar dat kon in die tijd niet. Het was revolutionair wat dat ze deed. Kon in die tijd inderdaad. Eigenlijk niet. Weten we alleen wie het is, omdat, ja, ze achter dat gordijntje die colleges, ja, heeft gevolgd. Ja, maar er is toch nog vrij veel van de bekend. En inderdaad, er is, zei die ook allerlei dingen van haar hand. Maar wat was haar academische hoofdinteresse? Theologie, Hebreeuws, Sanskriet, nou, alle talen die je nodig hebt om het Oude Testament, het Nieuwe Testament, te vertalen. Zij correspondeerde met Huygens, met allerlei internationale mensen. We hebben Descartes al gehoord, daar correspondeerde ze mee. Al met al, het was natuurlijk een heel erudiet meisje. Annemaria van Schuurman is ook artistiek begaafd. Ze beheerst de gravuretechniek, blinkt uit in papierknipkunst en schildert als eerste in Nederland pastelportretten. Dit is wel een hele leuke, want dit heeft ze zelf gemaakt. Dat is een zelfportret, maar van pastel. En dat was vrij uniek. Kijk, dat zijn de knipseltjes, hè? Ga je het opzoeken. Nou ja, daar moet je ook geduld voor hebben, voor zo'n knipseltje. Ja, dat moet je kunnen. Sterker nog, daar moet je volgens mij zwaar neurotisch voor zijn. Ook in Museum Martena, de resten van de eens zo roemrijke academie. Als studentenaantallen dalen en enorme bezuinigingen worden doorgevoerd, is sluiting in 1811 onvermijdelijk. Uit de inboedel is een xylotheek bewaard gebleven. Een verzameling houten kistjes in boekvorm. De xylotheek is een belangrijk hulpmiddel bij het bestuderen van bomen en struiken. De voor- en achterkant zijn gemaakt uit het hout van de boom die binnenin beschreven staat. In het kistje worden kenmerkende onderdelen bewaard, zoals het blad en de wortel van de betreffende boom. Dat kwam aan op het moment dat de academie gesloten was, maar het is nog steeds een hele aardige collectie. Ik moet bekennen dat ik ook niet wist wat een xylotheek is. Dus ik heb hier al heel wat opgestoken. In allerlei opzichten leek de oude academie op de moderne universiteit. De academie had bijvoorbeeld een pedel. Dat is iemand die allerlei rituelen aan de universiteit in goede banen leidt. En de pedel heeft ook een staf. Hier zien we de staf van de pedel. In Utrecht heeft de pedel ook een staf en bovenaan zit een soort van belletjes. En als je nou promoveert aan de Utrechtse Universiteit, dan komt de pedel precies op de seconde na 3 kwartier binnen. En die stoot op de grond met zijn staf, met dat gerinkel. En die zegt, hora est. En dan is het klaar. Je mag zelfs de zin waar je aan bezig bent stoppen. En dan tenslotte het laatste restant, en dat frappeert mij enorm, dat zijn de portretten van een reeks van hoogleraren. Wat valt je hier op? Dat deze portretten van zeer hoge, verrassend hoge kwaliteit zijn. Het aardige is dat je hier bijvoorbeeld ziet dat deze man die heeft iets aan zijn oog. En je kunt dat natuurlijk als schilder makkelijk wegwerken. Maar hij heeft hem keurig met, wat zou het zijn, lui oog, een caduc oog. Wij dachten dat hij knipoogde. Jij dacht dat hij knipoogde, dat doen theologen niet. Hè? Is eigenlijk al met al een buitengewoon aardige collectie. Het is één zaal, mocht u in de buurt zijn, niet voor zijn studenten, sla het niet over. Wat? Dat was die meneer waar jij het, ja, over had. Vertel even. Dat was een hoogleraar, deed hij niet onder voor zijn studenten in drinken en vechten. Ah,
De Duitsers kregen al snel een gruwelijke hekel aan deze Makovsky. Het is een Pool die ervan verdacht geen goed Calvinist te zijn. Ja. Ik zie wel dat ik zei dat hij knipoogt. Hij is geen goed Calvinist. Een ander overblijfsel van de universiteitsstad Franeker is de uitspanning Bocht van Guinée. Want waar studenten zijn, zijn kroegen. Ook in de 16e eeuw. Franeker stond bekend als de universiteit met de meest losbandige studentenbevolking van Nederland. De bijnaam van de Franeker-studenten was niet voor niets de Franeker-loskop. Laat die theologen maar schuiven. Dit is het oudste studentencafé van Nederland. En dat heet De Bocht van Guinée. Waardoor je denkt, waarom heet het in godsnaam De Bocht van Guinée? Dit ding dateert van 1585, dus bij het begin van de academie in feite. En deze tent werd gedreven door een voormalige zeekapitein die op, als ik het goed begrepen heb, illegale wijze geld had verdiend in de smokkelhandel op West-Afrika. De weten, die studenten zijn er natuurlijk niet meer, dat begrijp je ook wel. Dus wie komen hier samen? De kaatsers. En daarom gaan we nu kijken naar het kaatsen. Want mijn leven lang heb ik willen weten hoe kaatsen gaat. Want ik ijver namelijk voor het opnemen van kaatsen als Olympische sport. Nou, ik ben tegen kaatsen. Jij bent tegen kaatsen. Ah, joh, jij moet even gaan lopen, want je mag in een van die stoeltjes gaan zitten daar. Kaatsen is een van de oudste nog beoefende balsporten. In Friesland razend populair. De edele sport wordt in Franeker op gewijde grond gespeeld. Ooit stond hier een stins in de vorm van een kasteel. Nu wordt hier jaarlijks de belangrijkste en meest prestigieuze kaatswedstrijd ter wereld gehouden. Moesten we niet op die stoeltjes gaan zitten, jongens? Nee, u moet even wegblijven, want anders moet het al erover. Jawel hoor, het komt er gewoon op. Nu gaan we even opletten. Nou, we gaan ons verdiepen in het kaatsen. Van het spel. Het is een heel oud spel, de monniken zijn ermee begonnen. Nou, je moet wel goede ogen hebben, want ik kan die bal niet eens volgen. Met het is een heel klein persballetje. Ja, het is een heel klein balletje. Hetzelfde probleem als bij hockey, hè? Ja. Ja. Dat je de bal niet zien kan. Ik hè? Zie die bal helemaal niet. Ja, maar probeer mee te doen, joh. Ik krijg zo'n bal in je oog, ben vergoed blind. Ja. Dat je toch hier je goede tijd aan verspilt, dat begrijp ik dus niet. Ga een boek lezen, jongens. Ik heb nog lang niet begrepen dat het grootste probleem van de welvarende mens... wat doet hij in godsnaam met die 80 jaar die hem gegeven zijn? Ja, dus dat hij is kijkt het. Naar Boer zoekt vrouw. Ja. Ja. Hij kijkt naar ons op de televisie. Dat zal ik ook nooit doen. Hij gaat kaatsen, let op. Nou, hé. Hey. Nou, ik heb in ieder geval de basis, geloof ik, al in de gaten. Ja. Ja, ik dacht nog, het moet een Olympische sport worden, maar ik zie het niet gaan gebeuren. Al in de middeleeuwen is Franeker een belangrijk politiek en economisch centrum van Friesland. Met de komst van de universiteit permitteert de stad zich een imposant stadhuis. We kijken naar het oude stadhuis van Franeker, wat uit 1591 dateert. Het is dus nogal een flink stadhuis. Maar dat heeft natuurlijk ook te maken met, daar hebben we het ook al eens vaker over gehad, die vrij trotse traditie van die Nederlandse steden. Dat nieuwe burgerlijke bestuur, wij hadden een pokkenhekel aan de adel. En dit is dus dat symbool van dat die burgerij die stad bestuurt. Ruim anderhalve eeuw later hebben ze aan de achterkant nog eens een enorm stuk eraan gebouwd. Wat ook gek is, omdat het verval van het stadje dan al begonnen is. Ja, het is heel wonderbaarlijk. En het is niet een klein stukje, het is een joekel van een ding. Maar hebben jullie dat grappige uitbouwtje gezien? Ja, dat erkertje. Dat is waarschijnlijk om te poepen en te pissen. Nou, dat lijkt me sterk, zeg. Dat lijkt me ook. Dat erkertje is er in 1905 aangezet. Lekkere voorzet. Maar het is toch een leuk erkertje, wat? Zoals je ziet, is dit schattige grachtje. Hè? Ja. Heb je ooit zo'n lief grachtje gezien? Ja. Ja, daar kun je elkaar ook niet passeren met een bootje. Hè? Zeker niet met een bootje. Maar wat wou je erover zeggen? Alleen met de kano. Nou, dat het erkertje niet boven de gracht hangt. Nee, dat had ik al lang geconstateerd. Maar ik dacht, doe een voorzetje. Kijk hoe jullie reageren. En jullie reageerden. De belangrijke functie van dat stadhuis, dat was de rechtspraak. Dat hebben wij tegenwoordig aparte gebouwen voor, waar justitie zit.
Maar dat gebeurde in het stadhuis. Hè. In Amsterdam heb je ook een vierschaar. Daar beneden, die kun je bekijken. We zijn nu in Franeker en hier gebeurde het als volgt in dit zaaltje. Dat hier ongeveer in het midden van het zaaltje werd een touw gespannen. Aan die kant, dus aan de buitenkant, aan de kant van de toegangsdeur, daar was publiek. Die mochten erbij zijn. Ook een vrij belangrijk onderdeel van de rechtspraak is dat het openbaar is natuurlijk. Ja. Dan, eens even kijken, de verdachte, zoals wij het noemen, hè, die stond hier. En dan met zijn gezicht zo. Naar de rechters namelijk, die zaten daar met hun rug tegen de muur. En belangrijk was dat die lui naar het oosten keken. Waarom? Waar de zon opgaat. Ja, het leven begint. Waar de wijsheid is. Ja. Als tenslotte dus de uitspraak werd gedaan, de straf werd bepaald, dan ging iemand dat trapje op daar en dat erkertje in, wat we al aan de buitenkant van het gebouw bewonderd hebben, waar we al allerlei theorieën over hadden ontwikkeld, waar het toe zou kunnen dienen. Ja. En dat werd dan naar het volk buiten werd geroepen wat de straf was. Ja, het werd opengemaakt. Die werd daar dus uitgetoeterd, zal ik maar zeggen. En dan, meestal was het natuurlijk zo een dagje aan de schandpaal staan, of twee dagen. Of verbanning. En dan mocht je met rotte eieren gooien, weet je wel. En die schandpaal die stond hier ongeveer buiten op de hoek. Daar ligt hier een prentje. En daar zie je op de kruising van die twee grachten, daar is die schandpaal. De trouwzaal. Gaan we trouwen, sis? Weet je nog? Ja, trouwen. Ja, dat heb ik nooit gedaan, gelukkig. Oh, wat heb ik daarom gelachen, zeg? Wat? Die trouwplannen van jou. Oh ja. Ja, dat vertel ik vaak bij lezingen. Een enorm geestig verhaal. Ja, dat ik uitgenodigd was om getuige te worden. Sis, het is zo Spaans benauwd. Ja. En kijk, Maarten, je vriend. Mijn vriend? Oh ja. Oh, Willem-Alexander. Kijk, je zult toch maar zo'n lullig portretje hebben. Ontzettend. Jezus, wat een kneuterding, hè? Of het je hoop voor het vaderland. Nou, dat kun je rustig zeggen. Ik begrijp dat je hier nog steeds kan trouwen. Verder functioneert het niet meer als stadhuis. In die tijd deze asymmetrie in die ruimtes. Dus dat is de ingangsdeur. Voor de deur, ja. Met die vreselijke lelijke drangen erop. Welke lamstraal dat erop heeft geschroefd. Dat mag God weten werkelijk. Je maakt die deuren er ook mee kapot namelijk. Maar voor het evenwicht, voor de symmetrie, zit daar dus net zo'n deur. Zonder drangen erop. En dat is een nepdeur. Er zit niks achter, denk ik. Nee, en ik vermoed dat dat ook een nepdeur is. Zullen we even kijken? Ja. Dit is dus... Dat is leuk. Dat is leuk. Een muur. Nee, het is een tafel. Het is een echte nepdeur. Ja, dat is een echte nepdeur. Recht tegenover het oude stadhuis bevindt zich het planetarium, gebouwd door IJsse Eisinga in zijn eigen woonhuis. Het schaalmodel van ons zonnestelsel is het oudste nog werkende planetarium ter wereld. We zijn nu eigenlijk aangekomen bij het hoogtepunt van ons bezoek aan Franeker. Wij waren niet naar Franeker gegaan als IJsse Eisinga dit planetarium niet zou hebben gebouwd. Het is verreweg de belangrijkste attractie van Franeker. IJsse Eisinga is een wonderkind. Hij is voorbestemd om net als zijn vader wolkammer te worden. Maar al vroeg ontwikkelt hij een voorliefde voor wiskunde en sterrenkunde. Op zijn 15e schrijft hij een 650 pagina's tellend wiskundeboek. Eisinga wordt uiteindelijk toch wolkammer. Maar in zijn vrije uren bekwaamt hij zich in de astronomie door zelfstudie aan de academie. In 1774, hij was ondertussen 30, deed zich aan de hemel een wonderlijk verschijnsel voor. Er stonden vier planeten naast elkaar, namelijk Mercurius, Venus, Mars en Jupiter. En de maan stond er ook nog naast. En je begrijpt, voor de mensen die nergens iets van wisten, was dat een soort signaal van het einde der tijden. De wereld zou in elkaar storten, want door die conjunctie zou de aarde uit zijn baan gestoten worden en op een gruwelijke manier, niet waar, zou de straf des Heren zou aan ons voltrokken worden. Wij zouden in de zon storten en allemaal verbranden.
En toen dacht natuurlijk IJsinga, die al lang wist hoe natuurlijk het zonnestelsel in elkaar zat, wat een wezenloos gelul is dit. Want ze staan aan de hemel schijnbaar naast elkaar, maar ze staan in werkelijkheid staan ze honderden miljoenen kilometers van elkaar af. Maar dat wisten ze nog niet. Dat wist iedereen die astronomie wist. Die wist dat al lang sinds. Maar de gewone man niet. En daarom heeft hij dat planetarium gebouwd. Om mensen te laten zien hoe in feite die planeten om de zon lopen. En hoe groot die afstanden onderling in feite zijn. En hij dacht dat hij het in 7 maanden zou kunnen bouwen. Maar hij is er, zoals we hier weer fraai kunnen zien, in feite 7 jaar aan bezig geweest. Het is hier. We zien daar een model van het zonnestelsel. Het is toch prachtig. Die gouden bol is vanzelfsprekend de zon. Waar zitten wij op dit beeld? Wij zijn dus even kijken, 1, 2... Wij zijn de derde baan vanaf de zon. Dat zijn wij. Ja. Wij lopen, zoals je weet, 365 dagen om de zon. Want dat is de lengte van ons jaar. Maar een jaar bijvoorbeeld op Mars, dat duurt al ruim 2 keer zo lang als het bij ons is. Ja. En een jaar op Jupiter, dan kom je dus aan de buitenplaneten. Ja. Dat Jupiter loopt in 11 jaar om de zon. Dus je begrijpt wel hoe ingewikkeld dit ding in elkaar zit. Tijdsaspect ervan wordt aangedreven door een slinger. Door een slingeruurwerk. En nu was het aanvankelijk zo dat die slinger, die ging in die bedstee heen en weer. Geweldig. En toen zei zijn vrouw, ja, daar werd ze toch wel zo reet en zenuwachtig van. Dat ze had liever dat die slinger dat die uit de bedstee verdween. En toen heeft hij gezegd, nou oké, ik verkort de slinger. Toen heeft hij dus het hele systeem opnieuw moeten berekenen om zijn vrouw ter wille te zijn door die slinger uit de bedstee te halen. Die vrouwen toch niet vermogen, hè? Zo kon hij dus aan die bevolking laten zien, niet waar, dat die planeten wel schijnbaar aan de hemel naast elkaar kunnen staan. Ja. Maar dat dat natuurlijk onzin is. Kijk even naar bijvoorbeeld de baan van, hè, de baan van Jupiter, de baan van Saturnus. Dat ze die draaien in totaal andere banen dan de 4 kleine binnenplaneten. Alle onbeschrijfelijke kletskoek die ons nu weer wordt aangepraat door allerlei bangmakers en einde der tijden, filosofen en, nou ja, enzovoort, enzovoort. Denk zelf na. Kijk eens wat de wetenschap erover zegt. Dat is de boodschap van IJsinga. Dat de wetenschap die weet hoe het zit. Ja, pas op, hè. Pas op, jongens. Ja, het gaat weer niet mee, hè? Het zou wel leuk zijn als we hier een dodelijke val maakten, natuurlijk. Iets meer. Kijk eens even, zeg. Vincent. Kijk nou toch wat die man in elkaar geknutseld heeft. Dit moet allemaal heel precies functioneren, hè? Alles klopt er geen bal van. IJsinga offert de zolder van zijn huisje op om het immense mechaniek te herbergen dat het planetarium draaiende houdt. Het hele systeem functioneert door middel van een indrukwekkend radarwerk van houten hoepels en schijven met 10.000 handgesmeden spijkers en tanden. Het is onvoorstelbaar, ja. Dat kun je wel zeggen, eigenlijk. Waar een kleine stad groot in is. Het oudste nog werkende planetarium ter wereld. Door het optrekken van gewichten blijft het systeem in beweging. Voor de Van Rossums van grote symbolische waarde. De wetenschap zal blijven triomferen. De aarde zal nog niet ten onder gaan. Er zijn 2 systemen om deze zaak draaiende te houden. Dat is een klok, dat is de tijdsfactor. Dat is met die slinger waar we het over gehad hebben. Maar er zijn gewichten die in feite noodzakelijk zijn om de zaak in beweging te houden. Dat vraagt een zekere energie en die wordt geleverd door gewichten die langzaam naar beneden zakken. En die gaan we nu optrekken. Ja? 3, 2, 1. Oeh, ja. Okay. Uitstekend. Nou, dit is echt een van de allerbelangrijkste dingen die ik in mijn leven heb gedaan. Volgende keer gaan de Van Rossums naar het Belgische Leuven. Ik ben er toch wel onder de indruk, moet ik zeggen. Vind je het niet leuk? Nee. Nee? Het is een zandkasteel. Ja, dat is het ook, want dat is nou juist zo leuk. En ze bezoeken een museum dat de geschiedenis vertelt van het universitaire ziekenhuis.
moet je zeggen, ik word hier meteen hartstikke zenuwachtig. Echt? Een van de grote voordelen van een ingrijpende medische behandeling is dat je verdoofd bent. Ja. Waardoor je die hele stangentrop en al die enge dingen, dat zie je niet. Je merkt er ook geen reet van. NTR, speciaal voor iedereen.